En nu naar voren. Het is Bos op 2, de nummer 7 die volgt. Dat is de nummer van de Corné Stippers en Hessel Thijssen op de nummer 65. Een hele close finish tussen Ruud Bos en Sjoerd Visser. Race 38, promotieklasse jongens deze week met Joel Barels erbij. Wesley van Bergen, Luis Schoonman, hele snelle man, Paul van der Leij en Danny van Doesburg. Ik heb de tussenstand nog niet gezien. Maar volgens mij scoort de Paulje van der Leij heel erg hoog in die stand op het kampioenschap. Die allemaal hoort, Berrian Metsen van der Vaart uit Devensvaart, is nu opnieuw onze koploper in race 39. Vier rijders kunnen naar een kwartfinale toe. Berrian Metsen, die won de eerste maal, zit nu op die toppositie. Wie zit er op 2? Dat is de 702. Hij is ook terug van weg geweest door Oscar Lerenveld. En de 406. Hij zit er bij Bram Goossens op die derde positie. Van 40, de jongens van 12 jaar. Met een hele snelle man. Had de 354. Sander Goossens met de Caro, de 126. Johi van der Kamp met de 4-delte dat de vier rijders naar een halve finale toe kunnen. Race nummer 48 alweer, Jappe Prater, Willem Stoel, Benny Gunning, Erik van der Nul, Jorne Waakman en Dennis Bond. Koploper nummer 026 van Erik van der Wiel, erbij 262 en van Danny Dunning. Daar zit hij erbij hoor, samen met de Jacob van de Stadplank. Niet goed voor die spiertjes die al lekker opgewarmd waren, dacht ik. Die krijgen het nu zwaar te verduren straks in die eerste meters als we gaan starten met race nummer 49.